Hallo allemaal en welkom bij mijn nieuwe show De Beerput, waarin ik de riolen van de filmindustrie dreg op zoek naar vermakelijk slechte films. Mijn naam is David, jullie gids, leuk dat je er bent. En omdat dit de eerste aflevering is, leek het me wel leuk om een Nederlandse film te behandelen. Slechte films genoeg, maar welke is nou vermakelijk slecht? Snow Fever, De Zeemeerman, Ushu Must Marry? Nee, natuurlijk niet. Intensive Care daarentegen. Intensive wat, zie ik je denken? Intensive Care, jongen. Intensive Care is een slasherfilm uit 1991, geregisseerd door Dorna van Rouveroy en met hoofdrollen van Nada van Nie en Koen Wouters. Yep, Koen fucking Wouters. De Clouseau-zanger probeerde zich rond deze tijd te ontwikkelen als acteur en deze film is een mooi voorbeeld van hoe dat heeft uitgepakt. Het verhaal begint bij een Amerikaanse chirurg, opvallend genoeg gespeeld door veteraanacteur George Kennedy, bij mij vooral bekend van de Naked Gun films en van Creepshow 2. De chirurg belandt na een auto-ongeluk in een coma, ontwaakt 7 jaar later en gaat op een killing spree, nu compleet verminkt en gespeeld door ene Martin Hofstra. De rest van de film bestaat vooral uit de twee hoofdpersonen, Peter en Amy, die om elkaar heen lopen te draaien, ruzie maken, het weer bijleggen, seks hebben, repeat. Tot een moordlustige dokter het huis van Amy bereikt en een potje roet in het eten gooit. Een goede, of op zijn minst vermakelijke slasherfilm heeft gelukkig ook niet veel verhaal nodig. Bij een film als dit wil je gewoon je hersens uitzetten en op een zo simpel mogelijke manier vermaakt worden. En hoezeer deze film ook op alle fronten de plank volledig mislaat, vermakelijk is hij wel. Hij verloopt lekker vlot en het acteerwerk is zo fascinerend ongeloofwaardig dat het een staande ovatie verdient. Check bijvoorbeeld hoe Amy tot 2 keer toe reageert op het feit dat de telefoon het niet doet. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat fucking grappig. Of hoe ze hier reageert, nadat de moordenaar als een vrachtwagen over Peter heen is gedenderd. Zal ik een pleister voor je halen? Een pleister? Wat dacht je van ga hulp halen, domme doos? Maar zolang je niet te veel verwacht en min of meer weet waar je aan begint, is Intensive Care gewoon een hoop lol. De kills zijn weinig bijzonders, maar fuck it. Ik heb wel slechtere slasherfilms gezien die niet uit Nederland kwamen. In al zijn knulligheid is dit gewoon een zeldzaam pareltje. Het absolute hoogtepunt is hoe de killer aan zijn einde komt. Aanschouw en bewonder. Ja, ik weet vrij zeker dat een vuurpijl niet zo krachtig is, maar hey, mij hoor je niet klagen. Al met al is Intensive Care een prima film om deze show mee af te trappen. Een vermakelijk slechte film die grappig is op alle verkeerde momenten. En dat is precies waar ik van hou. Verzamel een aantal vrienden, sla een flinke hoeveelheid drank in en veel kijkplezier. Vanaf nu zal ik proberen om elke week met een leuke, obscure boutfilm te komen. Dus hopelijk tot volgende week. Hoi!